Welkom bij een nieuwe aflevering van de Makelaars Podcast. Vandaag spreek ik met Luc Liplijn, de oprichter en CEO van Matrician Groep. Goedemiddag, Luc. Ja, dank je, Jim. Goed om hier te zijn. Dank je wel voor de uitnodiging. Ditmaal ben ik niet degene die in het buitenland zit, maar is dat Luc? We hebben nog steeds intercontinentale connecties op deze manier. Zoals altijd met mijn eerste vraag te beginnen. Hoe ben je in de vastgoed terechtgekomen? Ja, ik heb bouwkunde gestudeerd. En eigenlijk ben ik opgegroeid met een baksteen in mijn maag, zelfs dat aan het zuiden ook wordt geschreven. En vanuit mijn bouwkundestudie al heel snel naar de vastgoedkant opgeschoven. Je hebt dan bepaalde uitstroomrichtingen. Ik koos voor bouwtechnische bedrijfskunde. En in mijn studententijd begon ik met het innen van huren als bijbaan. Ik had uitgevonden dat wanneer je dat int, dat je als derde, dat de eigenaar van het pand in andere belastingen schrijft terecht kwam. Dus ik vond het interessant en ik zag daar wel voordelen in. Voor de verhuurders-eigenaren van toen vooral studentenwoningen. Dat groeide. En op een gegeven moment zag ik toch wel wat misstanden in de markt. En met name bij woningcorporaties. Ik was op dat moment ook actief in de lokale politiek in Tilburg. Maar ik zag ook heel veel problemen met hennepteelt. En ik ben met het probleem aan de slag gegaan. Want ik dacht hoe kun je dit zeg maar best voorkomen? Dat is om het aan de voordeur al meteen te weten of een kandidaat hoe dat dit ooit op zijn. Hè? Ooit op zijn kerfstok had, om het zo maar te doen. En ik heb toen een website begonnen en dat heette nationaalmeld.nl. Even naar de naam kijken. Ik had echt nul verstand van marketing en ook nul verstand van IT. Ik was echt een typisch bouwboer, zoals je het zou mogen omschrijven. En vanuit die positie ben ik daarmee begonnen. En ik heb toen de ruimte gecreëerd om tijdens mijn afstuderen, echt wel over 18 jaar geleden of zo nu, om te gaan bekijken van hoe kun je zeg maar die fraudegevallen registreren. Ik heb een hele paper met allerlei reglementen die ik uiteindelijk heb ingediend bij de autoriteit persoonsgegevens. Ik heb iedere verbazing in, werd ook goedgekeurd. En er kwamen zelfs kamervragen door. De voorpagina, de telegraaf, de ontbijtnieuws, alle radioprogramma's, het begon maar vol mee op dat moment. En minister Vogelaar is op de dag van haar aftreden toen nog steunsbetuiging uit. Uiteindelijk is dat concept doorontwikkeld tot een stichting om fraude te registreren. En heb ik dat verkocht aan Experian. Experian is een global credit scoring company. En zo ben ik zeg maar in de wereld terechtgekomen van meer de informatiekant. En met mijn vakkundige achtergrond zijn die twee werelden altijd zeg maar gebleven. Dus vanaf 2008-2009 zit ik in de wereld van PropTech, zoals het nu mooi heet. Sommigen noemen het FinTech. Dankjewel. Zo dadelijk hebben we het over Matrician Groep. Maar er is een brandende vraag van mijn kant. En dat is, toen ik de podcast begon, de Makelaars Podcast, keek ik uiteraard in Nederland wat er beschikbaar was op vastgoedgebied. En toen kwam ik jouw podcast, Data Studio, tegen. En ik begon eind 2021. Toen waren er al een tijdje geen nieuwe afleveringen uitgebracht. En mijn vraag is, waarom ben je het destijds begonnen en wanneer kan ik een nieuwe aflevering verwachten? Ik ben het op dat moment begonnen omdat ik merkte dat de datatechnologie in combinatie met vastgoed niet heel veel aandacht kreeg. En ik het interessant vond om met mensen te spreken die daar wat zinnigs over zouden kunnen vertellen. Sommige van die gasten die hebben ook in jouw programma's gezeten, dus die hebben het verhaal inmiddels meerdere keren mogen kondigen. En ik heb het inderdaad voor een jaar of twee dat gedaan, iedere laatste donderdag van de maand op New Business Radio. En dat was gewoon heel mooi. En wat ik daarna zag is dat door toch ook wel wat lobbywerk van partijen zoals Holland Contact, PropTech van Wouter Trujillo, dat het onderwerp PropTech meer en meer op de agenda kwam te staan. Ik dacht van, het is niet mooi om zeg maar, de markt verder zeg maar, te laten oppakken. En ik heb het vanaf dat moment ook laten gaan. Maar
mocht er zeg maar een onderwerp voorbij komen waarvan ik denk van hé, dat verdient even wat aandacht, dan, nou, dan zwengel ik het graag aan. Ik heb vaker gezien dat ik een beetje vooruit loop op de troepen. Dat ik zo'n 10 jaar vooruit loop op wat er echt gaat gebeuren. En ja, goed, ik denk dat het misschien ook wel een van de redenen is waarom ik hier nu in Dubai prima zeg maar, zit. Als ik kijk naar wat er hier ook allemaal gebeurt met crypto's, vastgoed verkocht wordt en hoe augmented reality nu echt omarmd wordt. Helemaal met de Apple Vision Pro, hè, de nieuwe Apple Glasses. Je merkt wel dat het hier gewoon enorm leeft. En ik denk zeker dat het ook groot is hier gaat overwaaien naar Nederland. Maar alles bestaat. Daar wil ik het zo dadelijk nog iets meer over hebben. Maar we gaan nu nog even een stapje terug in de tijd. Matrician Groep, wat was destijds de visie waarom je het oprichtte en in welk opzicht is de visie veranderd of onveranderd? Ja, we zijn begonnen als echt een techneutenclub met vooral data engineers, data scientists, waarbij we werken van verschillende branches. Wat die branches gemeen hadden is dat alles wat we deden wel location intelligence was. En we zaten vooral dus in thema's die gelinkt waren aan de smart city. Hè? Dus mobility, logistics, environment, sustainability en natuurlijk ook vastgoed. Al die thema's die kwamen samen. Dus daar zijn we mee begonnen. En nou, het doel was om met name, hè, we zagen data toch wel al zeg maar, een verbindende factor om veel problemen binnen die smart city zeg maar, op te lossen. Nou ja, goed, dan groei je snel door en op een gegeven moment merk je van, nou, ik deed het op eigen kracht, ik had geen compagnons of geen investeerders, of dan merk je van, ja, je moet meer gaan focussen. En de domeinen waar we in zaten waren dermate divers en we zaten er bijna als een ingenieursbureau in met data science kennis. Dat we onmogelijk, en voor mobility, en voor real estate, en voor zoning, we konden onmogelijk overal zeg maar de diepte ingaan. Dus ik ben gaan kijken, nou, weet je, waar gaat mijn hart het snelst van kloppen en waar haal ik de meeste vreugde uit? En dat is de vastgoedsector. Met vastgoed bedoelen we niet alleen de maatschappij of de taxatie, maar dat zijn de woningcorporaties, dat zijn er vooral ook de hypotheekverstrekkers, de hypotheekadviseurs. Dus de hele keten hè, waar consumenten mee te maken hebben bij het kopen, verkopen en financieren van een woning. En ja, iedereen die daar zeg maar een rol in speelt. Daar kijken we naar en in die zin is de visie ook aangepast, doorontwikkeld tot het meer transparant maken van die transactie waar die consument zeg maar mee kan dienen. In een ander interview, ik weet even niet meer of het van afgelopen jaar was of het jaar daarvoor al, noemde jij 3 vragen die Matrician beantwoordt. Wat is een woning of portefeuille waard? Wat is de kans om een woning of portefeuille, om daaraan waarde toe te voegen? En 3, wat zijn de risico's die daarmee gepaard gaan? Zou je daar inmiddels iets aan willen toevoegen? Nee, dat is onveranderd gebleven. Ja. Duidelijk, dan is het voor iedereen denk ik wel duidelijk wat Matrician allemaal biedt. Ik wil zo dadelijk nog wat meer hebben over de uitbreiding en de groei van Matrician. Maar nog even terugkomend op het, op de origine, op de oorsprong. Je gaf aan dat je het probeerde te focussen en dat je waar gaat je hart sneller van kloppen. Wat bij mij dan opkomt, waarom daar niet meteen mee begonnen en waarom juist met meerdere doelgroepen in het begin? Ja, dat had zeg maar financiële redenen en ook een stukje ervaring denk ik. Kijk, ik had het net over het fraudeproduct wat ik ooit ontwikkeld had toen ik nog studenten was. Wat ik me goed herinner uit die tijd is dat ik al mijn paarden had ingezet, of al mijn geld had ingezet op 1 paard. En het was tegelijkertijd een mega turbulente tijd, want ik herinner me nog dat ik net alle papieren rond had, met placebeschermd, zo is het, alles wat er speelde, alles was rond. En ik dacht, nu ga ik de markt op. Heel veel centjes in gestopt. En toen viel Lehman Brothers om. Dus de wereld die veranderde compleet. En nou ja, goed, dan merk je dat de business doorontwikkeling heel stroef loopt. En ik heb toen gelukkig zeg maar een hele mooie partij van Experian die het samen met mij verder bracht. Maar dat was nou niet echt een hele makkelijke race. Dus toen ik opnieuw begon met Matrician dacht ik, nou weet je wat ik ga doen? Ik ga vooral uit van mijn eigen kracht en mijn eigen kennis. Maar ik ga niet alles zeg maar nu op 1 paard zetten. Ik ga differentiëren.
zodoende dat ik, want ik deed het echt alleen maar met eigen geld, ik had ook geen investeerder erbij. En dat wilde ik ook niet. Ik wilde gewoon de vrijheid houden om gewoon door te kunnen met het bedrijf en niet meteen in een vast format zitten. Dus zodoende dat ik al snel uitkwam op thema's als geomarketing, mobility, logistics, vastgoed ook. En dat we daarop op doorgingen. Want ja, iedere business unit, zoals de gedachte, heeft dan zijn eigen kansen en risico's. En laten we dan maar eentje of twee, zeg maar, mislukken. We hebben dan nog altijd twee waar er geld uit komt. En op die manier zijn we ook begonnen met productontwikkeling. Dus echt met het geld dat uit projecten kwam, zijn we onze eerste productontwikkeling ook gaan doen. Weet je nog wie je eerste klant was en hoe je deze binnen weet te halen? Oh, wauw. Ja, mijn eerste echte klant was niet per se, zeg maar, qua inhoud de droomklant. Maar dat was een organisatie die actief was met marketing operations voor, zeg maar, de grotere energiemaatschappij, herinner ik me nog. En zij wilden een datastrategie gaan ontplooien. En dat was toen op dat moment gewoon een consultancyklus feitelijk, die ik voor hen deed om hen te helpen omgevingsinformatie, vastgoeddata, hoe dat in te zetten voor hun marketing automation. Daar hebben ze mee geholpen en uiteindelijk is dat bedrijf ook met succes overgenomen door een ander bedrijf, weet ik nog. Dus dat was de eerste klus, ja. Gezien jullie producten en diensten, vooral gerelateerd aan data, doet mij, je hint er al een klein beetje naar hoe jullie product development hebben gedaan, productontwikkeling. Ik ben er erg nieuwsgierig naar op het gebied van databedrijven, omdat het een soort kip en het ei verhaal is. Als je dataproducten verkoopt of data-analyses en dergelijke, als je niet genoeg data hebt, wat is dan de waarde ervan? Dan wil niemand het. Maar om die data te krijgen, moet je ook genoeg te doen hebben om daadwerkelijk die data in te winnen. Hoe heb je dat pad geprobeerd te bewandelen? Ja, kijk, vooropgesteld, de wereld van 10 jaar geleden of nu is compleet veranderd. Ik weet nog dat ik, een jaar of 12 geleden, als je dezelfde data per jaar nodig zou hebben, die wij nu hebben, en we hebben nu ook veel meer dan toen, maar 12 jaar geleden, een stukje van de data die wij nu hebben, zou 12 jaar geleden ongeveer 1 miljoen per jaar kosten aan inkoop. Dat kost ons nu, wat zal het zijn, 2,5 ton per jaar. Dus je ziet wel dat de waarde van data is enorm afgenomen. En veel meer data wordt ook gewoon vrijelijk, zeg maar, gepubliceerd door de overheid. Er is veel meer beschikbaar. Ik bedoel, 15 jaar geleden had je geen adressenbestand van Nederland. Dat was vrijelijk niet beschikbaar, dat heb je nu wel. En zo is er heel veel meer beschikbaar. Dus in die zin is zeg maar de tijdsgeest ons wel goed gezind. Een andere is, soms moet je gewoon gaan doen. Dan zie je gewoon een kans en dan wil je hem gewoon pakken. En die kansen worden wel vaak ondersteund door projecten die we al gedaan hebben. Ja, dus je ziet wel, als je, zeg maar, 3-4 projecten gedaan hebt die allemaal een beetje dezelfde hoek zitten en waarbij gelijke problemen spelen bij zeg maar, de klant. En dan kun je die projecten in elkaar voegen. En dan heb je feitelijk je projecten geproductized, zoals wij het noemen, tot een product. Dus het is niet zozeer een kip en ei verhaal. Het is met name een incrementeel proces waarbij je iedere keer een stap die kant op zet. En het kan soms ook zo zijn dat je een 2 keer, 3 keer een project hebt, waarbij de probleemvraag toch net even wat anders is. En je het niet geproductized krijgt. Dat kan ook. Maar er zijn bij ons wel een aantal mooie producten uitgekomen, ja. Inmiddels is Matrition Groep veel groter. Even buiten beschouwing laten de bedrijven die overgenomen zijn onlangs. Maar puur het Matrition product zelf. Je hebt nu B2B, je hebt B2C. Maar ook met de B2B heb je 8 verschillende klanten waar je mee werkt. Dat is wel heel iets anders dan de focus waar je mee begonnen bent. Zou je iets meer over de reis kunnen vertellen? De verschillende transities die het bedrijf heeft meegemaakt? En hoe jouw rol daarin veranderd is? Ja,
Op dag 1 zat ik in een kamertje van 2 bij 2,5 met een stagiair tegenover me. En wat ik zeg, ik ben zelf een bouwkundige. Ik had echt nul verstand van IT. En tweede tabblad open. Ik zelf had het zelfs nog moeilijk, 20 jaar geleden. Dan dwing je jezelf toch tot wat basic dingen. Ja, je moet wel als techbedrijf je hebt ook niet overal budget voor. Dus de eerste paar queries voor bestanden, die heb ik zelf gedaan. En ik ben begonnen met de eerste bestanden ook om vooral voor wat data gedreven marketingcampagnes. Dus denk aan adresbestanden, e-mailbestanden, telefoonbestanden of bestanden voor social advertising ook getarget. Dat is waar we mee begonnen. En vervolgens dan krijg je vragen die wat meer waarbij wat meer domeinspecifieke kennis over vastgoed nodig was. Die kennis die had ik ook. Denk bijvoorbeeld aan de branchevereniging VBO, wist dat ook wel snel te vinden. Dan ontwikkel je dat door, dan heb je wat meer mensen om je heen nodig die wat complexere queries en wat data engineering werk kunnen doen. Dus dan heb je een datateam wat doorgroeit. Op een gegeven moment krijg je vragen van andere partijen. Zeg, we willen die data opnemen in onze taxatieprocessen of in onze workflows voor marketing automation opnieuw. We willen verduurzaming kunnen spotten om gerichter te kunnen verduurzamen bij woningen. Dan krijg je API's die je maar gewoon. Dan begin je echt dan met softwareontwikkeling. En dan krijg je een nieuw software development team. En dan zat ik er nog steeds alleen in. Dus ik deed de sales alleen, de marketing alleen, de personeelsadministratie alleen. Maar dan heb je al wel twee teampjes die werken. En vervolgens dan merk je wel van wacht eens even, er komen wat grotere projecten binnen. Ik moet iemand hebben die wat operationeel management van me overneemt. Dus dat ging toen ook goed. En ik denk de moeilijkste stap was op een gegeven moment om de sales en marketing ook echt vervolgens wat meer voorhand uit te geven. Dus die fase die kwam daarna, dat marketing zijn namen, sales zijn namen. En dan heb je een aantal teampjes. Maar het punt was wel, ik ben het bedrijf alleen begonnen. En op dat moment nog zonder investeren. Dus ik dacht van hoe ga ik het in hemelsnaam allemaal voor elkaar krijgen? Dan ben je op dat moment dus 20 mensen ook alleen aan het aansturen. Dat ging op een gegeven moment niet meer. Weet je, dus dan ga je minder slapen en dan ben je fulltime op kantoor. En dan vragen mensen van waar staat je bed of aan douchen? Dan ben je er echt te vaak als je die vraag een paar keer per week krijgt. En ik dacht wel van ik kan nu niet doorgaan met het bedrijf op deze manier. Dat is gewoon niet te doen. Dus dat was voor mij toen ook de keuze. Dat was in COVID, begin COVID-tijd. Even fysiek afstand te nemen van de zaak. Ik ben toen ook naar Dubai gegaan. En op dat moment heb ik ook mensen gezocht die de gaten konden invullen die ik achterliet. Dus CFO, een Chief Product Officer voor productontwikkeling. Een taxateur, een senior taxateur om ook de domeinspecifieke kennis te kunnen omarmen. En ook een director of sales waarin dan onze concurrenten werkte en die bij ons ook dat ging zien invullen. En om die laag gewoon goed neer te zetten en vanuit daar ook door te kunnen, dat was wel de meest lastige. Wat betekent dat voor mij? Dat ik niet meer taakgericht manage, maar dat ik in één keer managers moet managen. Dat is natuurlijk een heel andere wereld. Wel interessant. Je gaf aan dat je het loslaten van sales en marketing wel erg lastig vond. Wat vond je daar zo lastig aan? Kijk, wat mijn kracht is business development. Zet mij bij een directieteam neer met een probleem of een aantal problemen die op de jaarkalender staan. En ik weet ergens wel een oplossing te vinden om met data en AI ergens in dat bedrijf wat vlot te trekken en de problemen op te breken in chunks, zodat het behapbaar wordt voor het bedrijf. Daar ben ik gewoon heel erg goed in. En daar ben ik zelfs zo goed in dat het misschien wel een lastiger was voor het bedrijf. Dat je wel op een gegeven moment de organisatie gaan opschalen en dingen gaan standaardiseren. Maar dit stukje kennis wat bij mij zit, is niet echt te standaardiseren en op te schalen. Dat was het niet heel makkelijk. Dus die stap kunnen zetten van oké, die kennis die in mij zit, meer aan de consultancykant bijna zou je kunnen zeggen. En dit dan willen doorvertalen naar producten, zodat sales daarmee verder kan. Dat is gewoon een hele moeilijke.
Hoe heb je dat aangepakt? Nou ja, met vallen op staan. Dat was dat zeker niet een rechte lijn omhoog. Dat ging letterlijk alle kanten op. Uiteindelijk hebben we iemand gevonden die bedrijven zoals ons al zeg maar 50 keer eerder voorbij zag komen. En precies wist waar zeg maar de managementfouten kunnen in ontstaan, waardoor dit kan ontsporen. En het vervolgens gewoon heel klein houden. Dus heel concreet, heel klein, duidelijke sturing in de operatie, ook met OKR's, dus dan de objecten en de key results. Dat zijn zeg maar de belangrijkste stappen geweest voor ons om daarmee naar voren te komen. Omdat je zoveel transities hebt meegemaakt en er nu daardoor zelf ook je eigen rol veranderd is. En je hier nu 10, 15 jaar mee bezig bent. Voor iemand die aan het begin van zo'n traject staat, wat voor advies zou je zo'n persoon mee willen geven? Ja, ik heb zelf geen businessplan gemaakt. En ik heb ook lange tijd gedacht van ja, weet je, het is allemaal niet nodig en zo. En misschien is een businessplan op detailniveau ook niet nodig, want je weet, de wereld verandert zo snel dat het plan alweer achterhaald is. Maar het is wel heel belangrijk om te weten wat je wilt verkopen. En als je een techneut bent, en dat ben ik van stuk, dan vergeet je wel eens van, weet je, wat is nou hetgeen wat die klant echt wil? Dan ben je zo met techniek bezig en zo met technische puzzels die je wil oplossen, waar je dan helemaal op gaat. En dat is wel gevaarlijk, want iedere ochtend als je de krant leest en je hebt wat data en technische kennis, dan zie je feitelijk de problemen die je 's ochtends in de krant leest, dat zijn feitelijk weer challenges die dag om zo mogelijk op te kunnen lossen met datatechnologie. Ja, dus je laat je daardoor continu afleiden en focus daarin aanbrengen. Dus gewoon één probleem, één klantgroep en daar gewoon heel duidelijk mee aan de slag gaan is het belangrijkste. Als dat staat, en als dat zeg maar voldoende het business brengt en winstgevend is, ja, dan kun je alweer een tweede probleem oppakken en daarmee aan de slag gaan. Maar 5, 6 problemen tegelijkertijd is gewoon echt te veel. En dat hebben wij in het begin wel gedaan. Met name omdat we zo erg technisch gedreven waren. En het puzzel oplossen was bijna belangrijker zeg maar, dan genoeg klanten binnenhalen. En dat is zeker niet als je een bedrijf bouwt. Hoe heb je er destijds, of misschien nu ook nog, voor jezelf voor kunnen zorgen dat je die focus kan behouden? Heb je bijvoorbeeld, weet ik veel, het nieuws dat je dat niet meer leest? Nee, nieuws kost misschien nog wel meer dan ik toen deed. Het zal ook met leeftijd te maken hebben. Ik ben nu maar 38 en nou, dan ben je echt wel anders dan wanneer je 22 bent. Dat is gewoon heel anders. Een stuk ervaring daarin. En, nou ja, wat ik eerder zei, oké, een hele duidelijke visie, maar dan ook objectives van oké, dit hebben we echt pas jaardoel. En dat aanhouden, dat is denk ik een hele belangrijke. En dan laat je ook niet zo snel, een bepaalde kant op sturen als je de kansen ziet. Dus klinkt misschien wat holistisch voor mensen die er wat minder in zitten. Maar het is wel een bepaalde management skill die je moet ontwikkelen. Ja. Wat mij... je noemde het nu al een klein beetje eerder in het gesprek ook. En wat mij ook in mijn vooronderzoek is opgevallen, is dat je focus en differentiatie... het klinkt als twee verschillende dingen, maar tegelijkertijd weet je dat te combineren binnen Matricia Groep. En zoals ik eerder al aangaf, heb je nu, als je een focus en heb je nu meerdere doelgroepen die je bedient. Je hebt ook B2B, B2C. Later zijn er ook bedrijven overgenomen die erbij zijn gekomen. Wat, als we iets eerder in de Matricia Groep levenscyclus kijken, wat deed je besluiten om van één doelgroep naar een tweede doelgroep te gaan, in plaats van nog verder door te gaan in die ene doelgroep? Je hebt de bekende driehoek, zoals Operation Excellence, Customer Intimacy en Product Leadership. Ik geloof niet dat de stip alleen maar helemaal uiterst zit voor Customer Intimacy of Product Leadership. Maar dat je ergens zeg maar, een balans moet vinden daarin met je organisatie, maar wel een duidelijke keuze moet maken. Als je helemaal midden zit, ja, dan zit je natuurlijk ook vast, dan ben je niks.
Wij hebben de keuze gemaakt om wat meer aan de operation excellence kant en aan de product leadership kant te zitten. Dat betekent dat de productfocus voor ons belangrijk is en de klantfocus. We zijn geen consultancy firm die zegt, we weten alles van woningcorporaties, we weten alles van makelaars, we willen alleen maar dat doen, dat zeker niet. En we zijn vooral een data- en AI-bedrijf met, waarbij we onze data, onze insights en onze tools inzetten voor modelmatig waarderen, sustainability, portfolio insights. Nou, de data-gedreven waarderen van vastgoed staat wel heel erg achter. En dat is voor ons de kern. En daar zo goed mogelijk, zeg maar, in scoren is voor ons een hele belangrijke. En ja, daar passen een aantal klantgroepen bij die daar mogelijkwijs interesse in hebben. Maar het is niet zo dat wij zeggen van oké, we willen nog 10 producten extra gaan ontwikkelen voor die ene klantgroep. En dat past ook niet bij hoe Metrixion zich als organisatie ontwikkelt en hoe Metrixion aansturen. We zijn echt kennisexperts op het gebied van data, AI, en dan op het gebied van data gedreven waarderen. Daar zijn echt kennisexperts in. En daar willen we ook aan vasthouden. Zo dadelijk wil ik het hebben over wat je zei, dat je al een soort 10 jaar in de toekomst leeft, zeker nu in Dubai aanwezig bent. Ja. Aangezien je nu ook al ruim 10 jaar in deze sector actief bent, wat is iets waar je nog steeds over verbaast, dat het nog steeds op deze manier gaat in Nederland? Oh, wauw. Nou, ik denk dat Nederland, ik wil niet iets klagen over Nederland, want weet je, we kijken wel eens naar landen om ons heen, zoals zeg maar Amerika, Canada en andere Europese landen. Nederland is echt wel een koploper als het gaat om digitalisering. Je ziet ook heel veel partijen die in de wereld zitten van real estate data, real estate evaluation, real estate advertisement, dat zij proberen in Nederland te starten, maar dat ze zien dat de markt zo goed georganiseerd is en dat wij zo ver zijn met wat we al hebben, dat ze Nederland stoppen. Sommige partijen investeren 500.000, 1 miljoen, 2 miljoen in de Nederlandse markt. En dan alsnog stoppen ze. Let op hoe ver wij zijn en hoe de concurrentie zich ontwikkelt. Dus ja, ik denk dat we daar wel echt trots op mogen zijn. Maar waar we nog veel in te winnen hebben, is de transactie zelf digitaliseren. En we hebben nog met heel veel papierwerken te maken. En ik denk dat dat echt wel slimmer kan. En dat veel meer daarin online kan. Ik denk ook dat hoe het eigenaarschap nu opgedeeld is. Ik denk dat we daar nog wel wat verandering in gaan krijgen. Maar dat kan nog wel een generatie of 2, 3 duren voordat het echt doorgevoerd is. Maar fractional ownership bijvoorbeeld, dat is niet iets wat in Nederland leeft. Dus het past ook nog niet echt nu in de generatie zitten, zeg maar, die nu, en ook niet bij ons hele financiële stelsel. Het past niet. Maar het zijn wel dingen die op ons af gaan komen. Waarbij property niet zozeer een good is, maar meer een service. Ik denk dat het wel die kant meer en meer opgaan. Ja. In welk opzicht denk jij dan dat een makelaar of een taxateur of een vastgoedprofessional zich hierop kan voorbereiden? Waarin zou je adviseren dat hij of zij zich specialiseert of waar hij zich nog meer op richt? Ja, ik denk dat het vooral een culturele mindset is die in Nederland een doorontwikkeling mag maken. We hadden het in onze voorbespreking ook al net even over de culturele verschillen tussen Nederland en het Midden-Oosten. En Nederland ook met Azië en met name Japan ook. En dat innovatie, en Amerika was net zo. Innovatie in Nederland wordt inderdaad ook in de vastgoedsector vooral gebruikt om dingen efficiënter te maken. Maar de efficiëntie is niet altijd klantgericht. Het kan zelfs de klant wel eens als inefficiënt ervaren worden, wanneer iemand niet in dat ene bakje of schuitje past. Terwijl wat je ziet in veel andere continenten is dat innovatie vooral gezien wordt als hoe kan ik die klant nog makkelijker en beter maken? Hoe kan ik het serviceniveau daarmee een upgrade geven? Ik denk dat dat voor ons wel echt belangrijk is. En dat ook is waar makelaars, acteurs de wedstrijd mee gaan winnen. Dat is niet met technologie. De technologie die ontwikkelt zichzelf wel door. Maar weten hoe die technologie in te zetten voor een zo goed mogelijk service aan de consument, dat is waar de winst te behalen is. En als je dat gewoon goed snapt hoe dat spel te spelen, dan denk ik dat je een hele grote kan zijn. Je noemde het digitaliseren van het proces of van papierwerk.
Dat is natuurlijk iets wat op een grotere schaal speelt. Maar als we kijken wat je zojuist zei over makelaars en of taxateurs en of andere vastgoedprofessionals, nog meer op de service gericht. Hoe zie je dat dan voor je? In welk opzicht kunnen zij technologie toepassen om nog betere service te bieden? Wat gebeurt er nu nog niet genoeg in Nederland? Even een heel concreet voorbeeld is dat sommige makelaars accepteren een digitale rondlijn door het huis niet. Andere makelaars wel. In mijn geval, ik ben nu zeg maar met mijn vrouw ook op zoek naar een appartement in Amsterdam. Dat moet wel af en toe ook in Nederland zijn. Ik merk gewoon, sommige makelaars zeggen ook gewoon, nee, we gaan niets voor je doen. Je moet echt hier in Nederland zeg maar zijn. Die eerste rondleiding, die gaan we ook niet digitaal met je doen. Helaas, pindakaas. Dat vind ik jammer. Nou, ik ben een potentiële koper. Dan maak je de markt kleiner. Nou, dus ik denk wel dat dit zijn wel ontwikkelingen die... Ja, die zou ik toch wel anders zien. Nogmaals, niet iedere makelaar doet het inmiddels wel een service te maken. Het kan. Heel makkelijk. Iedereen weet inmiddels wel hoe Google Meets of hoe een Google Teams werkt. En toch wordt het niet omarmd. Nou, dat vind ik wel jammer. Kijken naar de toekomst. We hadden het eerder al over 10 jaar de toekomst leven toen je Matrician Groep begon. Nu, waar word je momenteel enthousiast van? Wat ik wel heel erg interessant vind, dat het heeft meer te maken met de dynamiek in de markt van proptech en real estate tech, zeg maar, bedrijven, is dat je lange tijd in Nederland heb je zeg maar een tweetal partijen gehad die monopolie hadden, ieder op hun eigen domein. En wat ik zie door zeg maar wat internationale beschrijvingen, is dat die monopolies die gaan wat verschuivingen meemaken, en flinke ook. Dus dat betekent dat je meer concurrentie gaat krijgen weer, en die hebben lange tijd niet gehad op het domein van normatief waarderen, maar ook als het gaat om woningwebsites. Je gaat dan meer concurrentie krijgen, en die concurrentie zal nu niet komen 2 jaar meteen opkomen, maar ik zie die zeg maar over 1 jaar of 3, 4 wel weer opkomen. En concurrentie is natuurlijk goed voor vernieuwing. Dus ik denk wel dat het speelveld zal doen veranderen in Nederland. Ja. En op het gebied van technologie, waar ben je zelf nu geïnteresseerd in? Nou, dat is zeg maar meer een wereld van vandaag. En dat is ook een wereld van morgen. Als ik nu naar de wereld van vandaag kijk, dan zie ik dat we echt nog heel veel te doen hebben met... AI is een buzzword. Hè. Ik zit nu 15 jaar lang in de wereld en... 15 jaar geleden heet het IT en nu heet het AI. Maar, ik ga dan het woord ook maar AI gebruiken. En dan heb ik het vooral over analytical AI. Dat is gewoon waar we nu vandaag in zitten. Van hoe kunnen we met analyses op data, makelaars en makelaars op hun beurt, hè, consumenten, taxateurs op hun beurt, de consumenten. Hoe kunnen we hen van nog meer insights voorzien, zodat ze sneller tot de juiste besluitvorming komen? Het is gewoon, daar is er gewoon heel veel in te doen. Bij de inverkoopname van objecten, de registratie van objecten, een stukje lead generatie ook. Er is gewoon nog heel veel in te doen. Dus dat is het hier en nu. Maar als ik kijk naar de wereld van morgen, ja, dan geloof ik dat toch die Apple Vision Pro, hoe gek het ook mag klinken voor mensen, maar dat is wel echt eentje die een flinke voet aan de grond zal krijgen. Die meer en meer mainstream zal worden. Misschien niet in die vorm. Hey, ik heb ook Facebook met de Ray-Ban brillen. Ik geloof heel erg dat augmented reality een enorm impact zal hebben op de real estate marketing van objecten. En meer dan we ons voorstellen. Het heeft alles met generaties te maken. Nogmaals, technologie is er al lang. Het kan makkelijk nog een jaar of 6, 7 duren voordat het echt gaat landen. Maar de generaties zeg maar, achter mij, die gaan het echt heel erg omarmen. Dus dat gaat er echt aankomen. Crypto's weet ik niet helemaal. Ik weet niet precies of dat echt... blockchain zeker wel. Maar crypto's... Nou ja, goed. Uiteindelijk is de euro ook al digitaal. Weet je, dus dat vind ik moeilijk. Maar ik geloof heel erg in augmented reality voor de vastgoedmarkt. Dus daar ben ik wel enthousiast over. Van hoe dat gaat. Dus je huis kopen, Snapchat of TikTok. Daar gaat het echt wel naartoe. Ja.
Kan jij je de Google Glass herinneren? Ja, die was leuk speelgoed. Ja, wat is het verschil tussen Google Glass destijds en dan de Apple of andere nu? Ja, er zitten best wel wat verschillen in. Kijk, de rekenkracht is flink toegenomen ten opzichte van toen. Het aantal beschikbare apps is ook enorm toegenomen. Ik denk dat het design wat vriendelijker is. Ik bedoel, de Google Glass zag je er bijna uit als een cyberborg. En nou, dat is nu lijkt iets meer op een beetje op een chille skibril. Ik denk dat dat ook wel een rol speelt. En ja, het nieuwtje is er ook wel af. We hebben al zoveel gehoord over VR, AR, dat mensen wat minder koudwatervrees hebben. En, heel belangrijk, bij de nieuwere versies word je oog zeg maar heel goed gemeten. Dus als je naar links en rechts kijkt, dan doe je handen zeg maar bewegen. De rekenkracht en de detectie daarmee is zo goed dat het echt een verlengstuk van jezelf is. En bij de eerdere versies liep dat nog niet helemaal lekker. Dus dat is denk ik een hele belangrijke reden waarom dit nu echt wel van de grond komt. Bedankt voor alle opkomende technologieën die jou interesseren. Als we kijken naar de toekomst van Matrition Groep, waar probeer je naartoe te werken? Of je kan het over korte termijn hebben, over komend jaar, maar je kan het ook langere termijn hebben. Waar werk je naartoe? Even een lange termijn doelstelling voor zeg maar, de groep van bedrijven, onder welke naam dat dan ook allemaal, zeg maar, hoe zich dat zeg maar, vertelt, dat zullen we nog zien. McFiction is heel duidelijk een afbakening op het datagedreven waarderen van vastgoed en sustainability. Dat nu onlosmakelijk aan verbonden. Met de Drimble schuiven we meer en meer op ook naar het zijn van een advertisement platform voor ook real estate professionals. Dus het stand van WZ-bezwaarmakers zijn tot met het genereren van leads voor makelaars. Maar in algemene zin, waar ik gewoon heel erg in geloof, is dat we de vastgoedmarkt met technologie en met informatie transparanter maken. En dat je de consument helpt, nationaal en ook internationaal, helpt om snel, makkelijk de juiste woning te vinden en van tevoren al weet van oké, weet je, wat hangt er boven mijn hoofd, waar begin ik aan? En ook wanneer je er woont en zeg maar voortstappen wil zeggen je wooncarrière. Nou, daar geloof ik heel erg in, dat we daar nog heel veel in te winnen hebben. En ja, het zou mooi zijn als we onze producten suite daar komende, hoe lang heb ik nog, 35 jaar, 40 jaar, daarin kunnen uitbreiden. Dat zou mooi zijn. Bedankt hiervoor. Voor ik mijn twee afsluitende vragen stel, nog één vraagje. En dat is advies voor iemand die nu als makelaar taxateur gaat beginnen. Hoeft het niet een student te zijn, kan ook iemand die carrière switch maakt. Maar iemand die ondernemend is en als makelaar of taxateur gaat beginnen. Wat voor advies zou jij hem of haar willen geven? Nou, ik vind makelaar of taxateur wel een groot verschil. Laat ik bij de taxateur beginnen. Nou, verdiep je vooral in de vraag achter de vraag van de consument. En dat is niet altijd alleen maar ik heb een waardebepaling nodig. Dat kan meer zijn. Dat kan ook een goede keuring zijn. Dat kan ook een energielabeling zijn. Die consument wil gewoon goed geholpen worden bij een stukje van de vastgoedtransactie. Dus, en ik denk dat daar echt kansen liggen voor taxateurs. Als het gaat om de makelaar, ja, blijf gewoon investeren. En je blijf je gewoon scholen in hoe je met een zo hoog mogelijk serviceniveau en als een adviseur die consument kan meenemen in zijn hele woonjourney. En het hoeft niet alleen bij de eerste aankoop te zijn, dat kan ook een hele wooncarrière daarna. En ja, dat is dat. Dankjewel. Voor de twee afsluitende vragen, we hadden het hier in het voorgesprek al een beetje over. Een aanbeveling voor de makelaarspodcast. En je zei dat je iemand in gedachten had. Nou, we hebben het gehad over digitaliseren van processen en goede ontwikkelingen daarin om de kwaliteit, zeg maar, een push te geven voor makelaars en taxateurs. Dus ik zat te denken aan Provadi, opgericht door de broers Hubbers, Manex en Laurits. En nou, zij helpen taxateurs om het taxeren van woningen, zeg maar, leuker te maken, maar ook om de kwaliteit, zeg maar, hoog te houden.
En ik denk dat zij een hele mooie zienswijze hebben hoe dat vak zich zeg maar, doorontwikkelt en hoe technologie het werk niet zeg maar, vermindert, maar het werk vooral gewoon ondersteunt en prettiger maakt. Dankjewel. In het voorgesprek zei ik al dat ik het een leuke aanbeveling vond, maar nu opnieuw. Ik zal mijn best doen om ze ook op de podcast te krijgen. Yes, dus de groeten als het verder is. Ja. Zal ik doen. In ieder geval in de e-mail zal ik alvast de groeten van je doen. Voor mijn afsluitende vraag, hoe kunnen mensen het beste contact met jou en of Nutrition Group opnemen? Met mij is makkelijk. Gewoon LinkedIn. Werkt altijd. Of anders de e-mail, maar LinkedIn werkt het makkelijkst. En ja, met Nutrition hebben we heel veel zeg maar, knopjes en buttons op de website van laat hier informatie achter. Dus dat werkt altijd wel goed. Maar ook als je via mij zeg maar, me connect via LinkedIn, dan kan ik het altijd of zelf of met een collega op. Is goed. Ik zal er zoals altijd voor zorgen dat de links in de omschrijving staan, zodat het voor iedereen makkelijk is. En daarmee wil ik je bedanken voor je tijd, Luke. Nou, dankjewel, Jim. Wordt vervolgd. Zeker. En kijkers en luisteraars, tot de volgende keer.